Dag Jimmy, dag Kurt. Wat vonden jullie van de gewonnen wedstrijd vandaag tegen Putten? 3-1. Ik vond dat niet zeker niet overdreven. Ik vond dat wij goed gevoetbald hebben vanaf de eerste minuut eigenlijk is. Dus er is niet veel gebeurd. Goed samengespeeld, goed druk gezet. Ja, kansjes in het begin afgewerkt. Een paar toch. En ja, verdient gewonnen eigenlijk. Ja, wel. Ja, nee. Ik kan hierbij voelen bij de Kurt. We hebben echt een schitterende match gespeeld. Vonden wij 9 minuten druk bleven zat om die mannen. Maar de eerste minuut, de laatste minuut. Hele ploeg, wij waren gewoon één team eigenlijk terug. En dan hadden wij beter bij ons seizoen gedaan, dan stond dat man in zo laag. En stonden wij beter geplaatst. Dus ik vind dat wij ook verdiend hebben gewonnen. Je had ook wat problemen met de spelers van Putten op een gegeven moment. Problemen? Wow, weet je, die mannen gaan gefrustreerd als ze niet kunnen winnen natuurlijk. Dan, je koopt een potje wat over en nou goed, ik wist niet kunnen blijven zijn natuurlijk. Hè. Maar ja, dat is voetbal. Hè. Wanneer ga je eigenlijk nog eens scoren? Of lijkt je je t-shirt laten zien? Als ik de kans krijg, hè, koop. Ah. Je weet, ik ben nou niet echt de scorende spits. Nee, dat is een Jimmy natuurlijk. Ja, voilà, weer al 2 doelpunten vandaag, speler van de week. Ja, voilà, natuurlijk, terecht. Ik vind ja, daar nog even over. Waarom is volgens jou Jimmy speler van de week geworden? De... Buiten zijn 2 doelpunten. Ja, de spits, als de spits scoort. Zijn job gedaan. En dat is de speler van de week. Je scoort 2 keer. Het is 3-1. Dat is de speler van de week. Hoor het? Maar dat is toch. En vorige week heb je nu geen schrik dat hij toch eerst gaat eindigen in de topschutterstand? Dat vind ik niet erg. Nou, wij winnen en hij scoort 2 keer. Of ik scoort 2 keer. Of ik zeg maar niet een idee van hoe scoort 2 keer. Dat moet mij echt niet uit. Wie het er scoort, dat wij winnen, dan winnen wij. Dat is het belangrijkste. Als de 3 punten binnen zijn, voilà. Nice. En weet je eigenlijk al hoeveel goals dat je hebt gemaakt? Ik denk 11. 10 of 11 goals. Aan laatste vraag. Ik vond dat er vandaag ook niet heel veel mocht blijven voetbald worden, ondanks toch een paar fouten van de scheidsrechter. Ik vond de scheidsrechter vandaag zeker niet slecht. Maar dat is goed, dus wel eens goed dat we ze mochten voetballen, ja. Dat we ze wat meer mochten. Want dat je constant om de 2 minuten het spel stil ligt aan de tempo uit de match. En dat is voor ons niet goed, dat is een voetballende ploeg. En ik zeg het, dat is wel eens goed dat we ze wat meer mochten voetballen in plaats van al die fondjes. Tegen Putten spelen we toch altijd een goede match. De heenmatch was dat ook zo. Aan wat ligt dat, denk je? Wat ligt dat? We zijn gewoon op met mentaliteit. Ik weet niet. Als we elkaar op hebben van een mega van een match van in de cabine, dan zijn we echt een ploeg met echt heel goed mentaliteit. En we hebben een heel jonge ploeg nu ook, dit jaar. En ik vind dat we echt fysiek sterk staan, mentaal sterk. We hebben veel sport achter ons. We hebben nu Janko. Bedankt, Jimmy. Maar ook natuurlijk scorende spitsen. Jimmy. Hij is begonnen, hè. En wat vind je eigenlijk van dat Bart allemaal uw wandelen een dek noemt? Vind je niet erg, joh. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Is dat de eerste keer dat ze hem zo noemde? Of is dat al een tijdje zo? Dat is allemaal al een tijdje. Ik vind het wel erg. Bart was wonderlijk. Ik zal... Nee, hoor. Ik weet dat niet, joh. Ik zal Bart ook met je. We moeten nog bijna kunnen met Bart aan, hè. Dus help mij zoeken. Schrijf het allemaal op de blog. Ja, bij reacties. Het is altijd welkom. Allemaal deze week zullen er natuurlijk ook niet veel reacties zijn op de blog. Want als we goed spelen, komen er niet veel reacties. Nee, inderdaad. Dat is spijtig natuurlijk. Misschien een oproep naar de supporters toe. Ook bij goede prestaties, veel reacties. Positieve commentaar is altijd welkom. Dus. Oké, bedankt Kurt en Jimmy. Nou,